Welkom bij aflevering 20 van Hansje. Het nieuwe jaar begon goed. Ik schrok me kapot. Mijn broer, Pep Lindels, gaat Hansje trainen. Hij was vroeger een fan van de Beatles. Is hij toen in Liverpool gaan wonen. Had bij zijn baas, Jurgen, aangeklopt. En gevraagd of hij naar ons mocht. Hansje speelde op vrijdag, zei Jurgen. Dan wil ik af en toe wel een keer komen kijken. Als je voor mij een halve seizoenkaart regelt, mag je weg. Dat had ik gezegd. Oh, hier gaat dan net die kuttelefoon ook nog. Heel even wachten. Hallo. Ja, ik heb nou geen tieten. Ik ben bezig met trainingskamp van 2019 vast. Ik ben hier nog wat terug. Dat was mijn broer Pep. Of ik nog segeltjes speelde voor de jubilairschalen van Albert Heijn. Wilco en Remco hebben gevraagd of ik het trainingskamp wil regelen. Van januari 2019 vast. Ik heb er een gevonden, niet ver en goedkoop. Je kunt dus toch lekker een balletje trappen. Ja, het moet nog een beetje gliek gemaakt worden. Maar voor de rest, picobello. Alleen moet de technische staf aangelijnd uitgelaten worden. Ze mogen hier niet loslopen. Trainingsveld in de buurt bij Achilles. Die kunnen dat geld goed gebruiken als ze dan nog bestaan. Erger nog, als Groesbeek dan nog bestaat. Tegenwoordig gaat overal een streep in. Ja, ze strepen tegenwoordig ook alles weg, hè. Ik heb ook via Leen Looijen al een tegenstander voor een wedstrijd kunnen regelen. Jonkerboys. Daar zien die jongens er ook een keer uit. Dat is gewoon een win-win situatie. Dat we pompen tegen die gasten, die zien snel. Dat ging lekker. 7-2 winst tegen AZ. En 3 doelpunten voor Ananas Hakkaba. Favoriete speler, toch wel Ananas. Had 3 keer gescoord. Tegenstander Coahead. Die roofvogels uit Deventer, die komen 12 januari naar ons toe. Ja, ik voorspel toch wel 2-3-0 winnen van Coahead. Dat moet toch een makkie worden. Ik heb tegen mijn broer Pep gezegd, doe die naam veranderen. Want dan komen we veel te veel door elkaar in allebei met Lindels. Dus hij had er Lindels voor gemaakt. Vroeger was hij ook altijd dat adverse in de kerie. Liep hier naar een vent met een pingwing in de hand hier. Ik zei tegen die vent, vind je eigenlijk wel lekker? Hoezo, zit die kerel. Ik zei met zijn beest mooi naar de dierentuin. Toen zei hij, dat zien we gisteren al geweest. We gaan vandaag naar de bioscoop. Nou, hou ja en happy new year.